De regering geeft nog altijd de prioriteit aan Surinaamse boeren. Maar het is ook nodig om samenwerkingen aan te gaan met buitenlandse boeren. Om zo de nodige agrarische ontwikkelingen op gang te brengen in Suriname, zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in een Zoom-persconferentie vanuit Nederland. Er komen mogelijkheden voor de Surinaamse boeren als zij gaat samenwerken met onder andere de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University en Research WUR in Nederland. De focus moet volgens het staatshoofd niet alleen gelegd worden in het voorzien van de lokale markt, maar Suriname moet ook voldoende agrarische producten kunnen exporteren. Aan de andere kant is er voldoende aangetoond in Nederland, en we hebben net die faciliteiten bezocht, in kassen en andere faciliteiten, dat hier met de moderne technologie alle soorten van producten, groenten, bloemen, fruit, die in tropische landen normaliter groeien, dat ze dat hier kunnen telen. En dat hebben ze aangetoond en wij zeggen, we kunnen dat ook van hun leren. En die bereidwilligheid is getoond om ons te ondersteunen, om te zorgen dat we hoogwaardig kwaliteit voedsel kunnen produceren in Suriname. En dat we daarmee ook de internationale markt kunnen bereiken. Ook haalde het Surinaamse staatshoofd aan dat de regering er zeker naartoe wilt werken dat er geen chemische stoffen meer gebruikt wordt in de agrarische sector. Dit zal een uitdaging zijn, maar met voorbeelden van Nederland is hij ervan overtuigd dat ook Suriname een strategie hiertegen kan ontwikkelen. Doe je het van de een op de andere dag? Never. Daarvoor moet je een strategie ontwikkelen. Voor korte, middellange en lange termijn. En Nederland heeft tientallen jaren erover gedaan om eindelijk te komen tot bepaalde toepassingen die nu wel blijken te werken en die heel effectief ook blijken te werken. Nou, daar zijn ze bereid om die kennis met ons te delen. En wij zeggen, we zijn bereid om die moderne technologie toe te passen in Suriname. In die agrarische ontwikkeling, maar ook namelijk het gebruik van chemicaliën systematisch te uit te bannen en tegelijkertijd over te gaan naar biologische landbouw, waarbij wij die mogelijkheden en de technologie gezien hebben en die we ook bereid zijn toe te passen door middel van trainen van onze boeren, door middel van technische bijstand, door middel van capaciteitsversterking, maar ook door ter beschikking stellen van ook hulpmiddelen om dat te kunnen doen. President Santokhi haalde ook aan dat Suriname richting kassenteelt moet werken vanwege de verwachte temperatuurstijging in Suriname.